Rutger en Nathalie, we zijn in de kerk van Bekkum. Er staat weer iets spannends te gebeuren, hè? Ja, we mogen weer, hè? Het jaar is weer voorbij. Ja, dus we gaan weer voor kerst in het oosten. En dit keer niet in onze eigen dorp Haaksbergen. Nee, helaas konden wij dit jaar daar niet terecht. Dus wij moesten met onze hele productie naar een andere locatie. En zijn heel warm welkom geheten hier in Bekkum. En elk jaar moet er iets anders gebeuren, hè? Waar kunnen we ons dit jaar op verheugen? Nou, eigenlijk wat je elk jaar ziet is de mooie saamhorigheid, prachtige nummers, dans, alles komt samen. Geweldige zang, dus ook dat kun je dit jaar weer verwachten bij Kerst in het Oosten. Ik zag ook iets van kostuums. Ja, ik denk als je hebt over een verschil met vorig jaar, dan wordt er wel dermate geïnvesteerd in kostuums dan dat mensen ogen ook tekort komen. Het wordt een heel mooi spektakel. Wanneer kunnen we het verwachten? De eerste voorstelling is 22 december en de tweede voorstelling is 23 december. Nathalie, jij danst, maar je zingt ook, hè? Ja, klopt. Bij deze voorstelling zing ik alleen, omdat ik mag zoveel mee zingen in de productie dat ik niet meer kan dansen. Maar er zijn wel meiden die ik dansles geef die mee mogen dansen vanuit Midanza. En kinderen? Zijn er ook kinderen in de show? Ja, we hebben ook kinderen in de show. We hebben een paar kerstelfen in de show. Maar ik vind het ook wel niet alleen kinderen, maar we hebben natuurlijk ook medewerking van Nabidanza. Nathalie zegt het al. Dansschool Dwars die meedoet. We hebben twee koren, Mix en het project Koor uit Haaksbergen. Project Koor uit Haaksbergen wilde ook heel graag meedoen. Dus die hebben we ook plaats voor gemaakt in het programma. Ja, en dan heb je het over wat Nathalie zei, het woord saamhorigheid. En ik denk dat staat centraal bij Kerst in het Oosten. Sowieso bij kerst, denk ik. Hè? Hoeveel mensen passen er in deze kerk? Nou, nagenoeg net zoveel als in de Pancratius. Dus wij hebben zo'n 500 tot 550 plekken beschikbaar. En zijn er nog kaartjes te krijgen? Weet jij dat misschien? Ja, er zijn nog kaarten te krijgen. Gaat wel heel hard. Dus ik zal de mensen allemaal aanraden om snel de laatste tickets te gaan kopen. En kunnen jullie mij iets laten horen of laten zien om te triggeren van oeh, daar moet ik bij zijn? Geef ik je de microfoon? Verras me. Ja, dat is ieder jaar doet ze dat, hè? Ja, en ieder jaar kom ik er weer mee weg. Want dan zeg ik gewoon, ja, Hans, je moet echt gewoon komen kijken. Niet even een klein tipje van de sluiter. Nathalie, kan ik het bij jou proberen? Nee, helaas. We willen toch nog een beetje een verrassing houden voor de mensen. Ze kunnen op de Facebookpagina nog echt wel een kleine preview zien. Maar we houden het een mooie verrassing. Ik ga jullie heel veel succes wensen bij de laatste voorbereidingen. Nou, het wordt weer fantastisch, denk ik. Dankjewel. Bedankt.